Het Journaal Laat met Annelies van Herk. Goedenavond. Er komen opnieuw strengere coronamaatregelen nu we aan het begin staan van een tweede golf van besmettingen in ons land. Verplichte mondmaskers in drukke winkelstraten bijvoorbeeld en een verplicht formulier voor wie terugkeert uit het buitenland. Dat is gebleken vanavond na afloop van het overlegcomité. Toppolitici en experts hebben daar de Nationale Veiligheidsraad van donderdag voorbereid. Op de Veiligheidsraad van komende donderdag zou besproken worden of er meer mensen kunnen worden toegelaten op evenementen en in de cultuur- en sportsector. Maar nu al is duidelijk dat dat niet zal gebeuren. Ik denk dat we wel een verstrenging gaan hebben van wat betreft het maskers dragen. En er zal zeker geen versoepeling zijn. Hè. Dus die fase 5 die kan nu niet ingaan. Dat zal ook voor sommige mensen slecht nieuws zijn natuurlijk. Maar we moeten wel realistisch zijn dat de toestand toch wel echt bezorgdheid vraagt. Maar meer nog, maatregelen ook. En dat iedereen eens moet terug nadenken of hij wel zo goed bezig is. Hè. Burgemeesters zullen meer maatregelen kunnen nemen wanneer er lokaal een uitbraak is, zonder dat ze moeten wachten op het federale niveau. Er komen ook meer regels voor wie op reis gaat. Mensen die terugkomen, die gaan 48 uur op voorhand een passenger location form digitaal moeten invoelen. Of dat er nu met auto terugkomt of met bus of trein of vliegtuig. U zal dan moeten zeggen waar u gezeten hebt, van waar u komt. Een volledig reisverbod is nog niet aan de orde. Ook lokale lockdowns komen er voorlopig niet. Nieuwe maatregelen zijn nodig, want het coronavirus blijft meer en meer mensen besmetten bij ons. Twee weken geleden waren er gemiddeld 98 besmettingen per dag. Vorige week steeg dat gemiddelde al naar 175. Een stijging met bijna 80%. Ook de ziekenhuisopnames gaan in stijgende lijn, van 9 naar gemiddeld 14 per dag. Het aantal overlijdens van coronapatiënten blijft voorlopig nog laag, maar stijgt toch ook van 2 naar 3 per dag. En op bepaalde plekken gaat het aantal coronabesmettingen pijlsnel de hoogte in. Onder meer in de Antwerpse gemeentes Deurne en Borgerhout. Sinds dit weekend is het bijzonder druk in het coronacentrum van Antwerpen-Oost in Deurne. In die mate zelfs dat extra zorgverleners en vrijwilligers zijn opgeroepen om te helpen bij het afnemen van testen. Oei, we zijn ingehaald eigenlijk door een tweede golf en hebben gisteren veel mensen moeten bijroepen. Vandaag zijn er extra mensen vrijwillig komen inspringen om alle patiënten te kunnen opvangen zo snel mogelijk. Dat voelt natuurlijk beangstigend, hè? Dus we willen niet terug naar de situatie dat de ziekenhuizen weer gaan volliggen of erger. Goedenavond, Mark van Anst, viroloog. Ja, het ziet er allemaal niet goed uit. Het zijn plaatselijke haarden, opflakkeringen, maar dan denk ik dat is een kwestie van tijd voor het weer over het hele land zit. Wel, we hebben nog altijd één kans om dat in te dijken en dat is nu. Dit is niet enkel in de provincie Antwerpen, maar toch, daar ziet men de belangrijkste verhoging toch. Het is een beetje over gans het land. Nu, wat verklaart eigenlijk die plotse stijging? Want we zijn gaan versoepelen, begin juni al. En dan hebben we 2, 3 tot 4 weken daarna eigenlijk geen stijging gezien in de cijfers. Nee. Integendeel zelfs. Wat is er veranderd? Vakantie. Ja. Dat is wat er veranderd is. En ook wel een geleidelijke daling van de aandacht voor dat virus. Ja, mensen worden lakser. Iedereen is een beetje gerust in. Ja. In het begin dan waren de mensen toch wat angstig. En na een aantal maanden dan verdwijnt dat, hè. Met de opening van de horeca, wanneer we terug op café en op restaurant konden gaan, dan leek alsof dat we volledig terugkeerden naar de normale toestand. En ja, dit is niet de normale toestand, het virus is er nog altijd wel. Dus het vakantiegevoel en wat lakser worden, daar schrijft u die stijging aan toe. Nu, is het dan niet belangrijk om duidelijkere richtlijnen te formuleren? Gebod en verbod, zal ik maar zeggen, in plaats van aanraden en afraden, want ja, dat werkt niet. Wel, nee, dat werkt blijkbaar niet. We zouden dat graag hebben, hè, want dingen verbieden, dat is zo verschrikkelijk onsympathiek en dat komt heel slecht over. Maar op bepaalde momenten moet dat wel.
Dat is duidelijk. Nu, we kunnen niet helemaal vooruitlopen op die Nationale Veiligheidsraad, maar minister De Blok heeft toch een aantal tipjes van de sluier gelicht, zal ik maar zeggen. Nieuwe maatregelen, mondmaskers op drukke plekken, in buitenlucht, een formulier voor mensen die naar het buitenland gaan, dat ze dat moeten invullen. Maar wat wil u nog verstrengd zien? Is dat voldoende? Gaat dat voldoende zijn? Nee, ik denk dat er lokaal, waar de outbreaks nu zelf zijn, dat daar wel meer aandacht moet zijn om bepaalde evenementen echt wel af te gelasten. Maar heel lokaal dan? Wel heel lokaal. Wel lokaal op de plaatsen waar de verhogingen zijn. Mm-hmm. Dat kan je doen wanneer je enkel maar hier en daar een hotspot hebt. Dat is vandaag nog het geval. Wanneer dat zich echt over het ganse land gaat manifesteren, dan kom je met die lokale maatregelen uiteraard te laat. En dan wil je naar een toestand teruggaan. Dan ga je naar een toestand terug waar je eigenlijk niet wil. Nee, maar op dit moment zijn lokale maatregelen nog voldoende. Nog voldoende, maar dan moet je ze wel nemen. Mm-hmm. Ja, gewoon door naar die cijfers te kijken elke dag en die te zien stijgen, dan daarmee red je het niet. Mm-hmm. Dus je moet perfect nu weten wie zijn deze mensen. Daar is men mee bezig. Men moet stalen afnemen van die contacten. Daar is men mee bezig. Moet al die dingen in kaart brengen, zodanig dat dat vuurtje weer kan gedoofd worden. Dat kan. Maar dan moet het wel snel gebeuren. Ja. Familiebijeenkomsten zou nog zoiets zijn waar toch veel besmettingen snel rondgaan. En dan in combinatie met die laksheid die we hebben. Is het dan aan de orde om onze bubbels te verkleinen? Dat is een van de dingen die je kan doen. Maar het effect mag je er misschien ook niet van overschatten. Het zou een belangrijk signaal zijn. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die bubbel van 15 echt die streepjes zetten. Mm. Van hoeveel mensen heb ik nu al gezien deze week? Dat gaan er weinig zijn. Dus wanneer je dat terugbrengt naar 10, dan geef je wel een signaal. Maar gaat dat echt de houding van mensen veranderen? Dat is misschien moeilijk. Mm-hmm. Nu, u heeft al een paar keer gezegd, tijd is heel belangrijk. Wat vinden we er dan van dat er pas donderdag die Veiligheidsraad is, dat er dan pas beslist en gecommuniceerd wordt, moet er nog in besluiten gegoten worden? Is dat niet laat, denkt u? Is het niet elke minuut die telt op dit moment? Of hoe ziet u dat? Wel, wanneer je een uitslaande brand wil vermijden of wanneer je dat onder controle wil brengen, dan ga je er niet staan naar kijken. Pas op, er wordt achter de schermen wordt er wel gewerkt. En die dingen die worden al wel in de taal gegoten waarbij die ministerieel besluiten dan maar weer kunnen gemaakt worden. Maar u heeft niet het gevoel van het moet nu en niet donderdag? Jawel, en ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje heeft. En zeker op de plaatsen waar ze het water terug aan de lippen zien komen. Uh-huh. Oké, zien wat het geeft allemaal. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Het Belgische technologiebedrijfje DevSite heeft de opdracht gekregen om tegen eind september een app voor contactopsporing voor ons land te ontwikkelen. De app die mensen waarschuwt wanneer ze in contact zijn gekomen met een coronapatiënt, wordt een Belgische variant van de bestaande Duitse corona-app. Die bestaat intussen een maand en lijkt op dit moment de beste resultaten op te leveren. En Oostenrijk schroeft een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen alvast weer terug. Net als bij ons zien ze daar opnieuw een snelle stijging van het aantal besmettingen. Vanaf vrijdag zijn mondmaskers weer verplicht in winkels, banken, kerken en gebedshuizen. Er komen ook strengere controles aan de grens met Hongarije en Slowakije, omdat veel nieuwe besmettingen binnengebracht worden door reizigers die uit de Balkan terugkeren. En corona maakte van deze 21 juli een nationale feestdag in iets wat afgeslankte vorm. De dag begon wel, zoals elk jaar, met een viering met en voor de koninklijke familie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel. Maar in beperkte kring en zonder publiek. De dienst startte met 3 minuten stilte voor de slachtoffers van de coronacrisis. In de kerk zaten zo'n 100 genodigden. Normaal zijn er dat een duizendtal. En achteraf was er ook geen begroeting met het publiek. De rest van de dag verliep ook helemaal anders dan gewoonlijk. Het Paleizenplein geeft een wat desolate indruk. Dit is geen nationale feestdag als een andere. Dus ook geen klassiek défilé, maar een bescheiden parade van historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar na de bevrijding. Oudstrijders geven aan jongeren een handvest, symbool voor de overdracht van belangrijke waarden van generatie op generatie. In zijn toespraak vraagt koning Filip aan iedereen om waakzaam te blijven voor het coronavirus. Laten we, en ik richt mij in het bijzonder tot de jongeren,
uiterst voorzichtig blijven en ons verantwoordelijk blijven gedragen. Het koor Scala brengt een prachtige versie van Heroes van David Bowie voor alle helden van de voorbije maanden in de coronacrisis. Die helden worden ook toegezongen door allerlei artiesten van op vele mooie locaties in het land. Zo zag ik Henry bijvoorbeeld op de Westerpier in Oostende. Het wordt één langgerekt applaus voor de zorg. En normaal komt altijd een massa mensen samen om het defilé te zien. Maar nu had de politie gevraagd om voor deze 21 juli-viering vooral niet naar Brussel te komen, om een massale toestroom aan mensen te vermijden. Over het algemeen bleef het ook rustig in Brussel, al waren er wel kijklustigen komen opdagen in de hoop een glimp van het defilé op te vangen. Dat viel tegen, want het Paleizenplein was volledig afgezet. Ah, maar ja, ze komen. Nee, dit is de jeepen van de Tweede Wereldoorlog. Maar we zien bijna niks. Dat is een beetje spijtig. Malheureusement, on ne voit pas grand chose. Donc il y a une déception quand même. Je voulais faire découvrir ça à mes enfants. Et ici, ce n'est pas la vraie fête. Ik heb nog nooit de Nationale Feestdag in België meegemaakt. En ik dacht, ook als we niet op de plein kunnen, wil ik toch een keer kijken wat er is. C'est beau avec les avions qui passent, les hélicoptères et les voitures des militaires. J'avais entendu que c'était un peu barré, c'était un peu privé, mais je suis venu hein, parce qu'il faut être là. Hein. On s'est tellement battu avant pour nous, pour nos libertés, tout ça. Donc c'est presque un devoir, mesdames, messieurs. Voilà. De toekomst van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines lijkt gered. Na 3 maanden onderhandelen is er een akkoord. Onderhandelaars van het noodlijdende Brussels Airlines, van het Duitse moederbedrijf Lufthansa en van de Belgische regering zijn het eens geraakt over een tekst. Lufthansa zal 170 miljoen euro investeren in haar dochterbedrijf. De Belgische overheid zal Brussels Airlines een lening geven van 290 miljoen euro en krijgt in ruil heel wat garanties. Het hoofdkantoor blijft in Brussel, het beslissingscentrum blijft in Brussel, de merknaam blijft bestaan. Er is een engagement om te investeren in nieuwe vliegtuigen, in nieuwe bestemmingen, in personeel na de crisis. Dat zijn allemaal dingen die de Duitsers beloven. Daartegenover staat dat de Belgen de garantie hebben dat als Lufthansa de lening niet afbetaalt, als ze bepaalde afspraken niet nakomt, dat ze daar ook voor beboet kunnen worden. We did it. Europe is strong. Europe is united. We have reached a deal on the recovery package and the European budget. These were, of course, difficult negotiations in very difficult times for all Europeans. Liefst 4 dagen waren nodig om de moeilijke gesprekken te voeren waarnaar Europees president Michel verwijst. Vooral Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk wilden niet zomaar geld op tafel leggen voor een coronaherstelfonds, toch niet zonder voorwaarden. Voor het fonds wordt uiteindelijk 750 miljard euro vrijgemaakt en nog eens 1074 miljard voor de Europese begroting. Het waren moeilijke onderhandelingen. Het ging over veel geld voor lidstaten die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. En 4 landen, die de zuinigen worden genoemd, wilden dat daar zo zorgvuldig mogelijk mee werd omgesprongen. Zij krijgen ter compensatie nu een stevige korting op hun Europese bijdrage. En daar is de Nederlandse premier Rutte, die het zwaarst aan de kar trok, uiteraard tevreden over. Ik ben gewoon heel blij dat wat Nederland betaalt aan Europa, gecorrigeerd voor economische groei en inflatie, ongeveer gelijk blijft. En dat was een belangrijk inzicht. Van de 750 miljard euro voor het coronaherstelfonds wordt ongeveer de helft besteed aan subsidies en de andere helft aan leningen die moeten worden terugbetaald. Daarnaast is er dus ook een akkoord over de meerjarenbegroting voor de EU van ruim 1000 miljard euro. Wir haben damit die Weichen für die finanziellen Grundlagen der Europäischen Union für die nächsten 7 Jahre gestellt und gleichzeitig eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben in Form des Wiederaufbaufonds. Europese Commissievoorzitter von der Leyen, een van de architecten van het akkoord, benadrukt dat het enorme budget ook zal worden gebruikt om de klimaatcrisis aan te pakken. Europe's recovery will be green. The new budget will power the European Green Deal. It will accelerate the digitalization of Europe's economy.
Thanks to Next Generation EU, national reforms will be boosted. We invest in Europe's future. Arrangement van de tweede cello-suite van Bach, gespeeld op een theorbe, een instrument uit de barokperiode. Luitiste Sophie van den Einde speelt intieme concerten in haar appartement in Molenbeek, op luit en theorbe dus, kleinschalig en coronaproof. Renaissance at Twilight, zo heet de reeks huiskamerconcerten van topluitiste Sophie van den Einde. 10 luisteraars per avond met mondmasker. We hebben natuurlijk allemaal maanden zonder muziek, ontverluif muziek, moeten leven eigenlijk. Dus ik als muzikant zonder te spelen, het publiek zonder te kunnen horen. Dus ik dacht, ja, de opstart van het culturele seizoen in de zomer is het ideale moment om mensen bij mij thuis te ontvangen. Om samen de intieme muziek van de luit te delen. Enkele keren per maand organiseert Sophie zo'n concert en druppelen de 10 genodigden binnen. Ik ga mij laten verrassen en ik hou ook heel veel van de luit en de klank van de luit. Dus, en in zo'n intieme sfeer, dat is altijd wel prachtig, denk ik. Het is even wennen, want je stapt in een onbekende wereld. Geen zetel zoals in een concertzaal, geen lichten die gedoofd worden, soms even wat straatgeluid. Maar eenmaal je laat meedrijven op de wondermooie luidklanken, wordt het magisch. Een concert is eigenlijk altijd een beetje een gemeenschappelijke bubbel met het publiek. Dus ik heb altijd het idee van ik nodig de mensen uit in mijn bubbel. En wij gaan samen naar een of andere parallele wereld. En op een of andere manier komen we gelouter terug. Dat is wat ik eigenlijk wil meegeven. En na de Renaissance luid is er ook de minder bekende theorbe. Muziek van de Vizé, John Dowland, Bach en vele anderen. Het is puur genieten. We gaan eruit met beelden van de Belgische avonturier Louis-Philippe Lonke, die de Mount Everest heeft beklommen. Het is te zeggen, hij ging voor een equivalent van de Mount Everest. Hij stapte 135 keer de trappen van de Montagne de Buren in Luik op en af, de hoogste trap van ons land. 135 keer, dat is goed voor 9000 meter hoogteverschil. Met zijn Tour de Force wil de Brusselaar laten zien dat we allemaal inspanningen kunnen en moeten doen tijdens deze coronacrisis. Maar voor nu wens ik u vooral een goede nachtrust toe. Tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.